Welkom bij Readings by Daily. Ik ben Daily Coffee, coach en intuitive reader. En dit is jouw zaterdagavond special die ik heb. Wat ik ga doen is, ik ga tijdens deze bonus reading per sterrenbeeld trek ik een aantal kaarten. En die kaarten hebben betrekking op de komende periode, dus de maand december. Ik ga natuurlijk kijken naar wat de uitdagingen zijn, maar ook wat je als advies meekrijgt. En tot slot trek ik een hele mooie kaart, wat een zegening aankondigt, die je ook meekrijgt in de maand december. Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je tot nu toe een hele mooie begin van de maand hebt gehad. December is een bijzondere maand. Natuurlijk in een bijzonder jaar, hè, als je kijkt naar 2020. Maar het heeft ook het getal 7 als trilling, als energie. Wat betekent, nou ja, sowieso heeft 7 betrekking op de lucky number 7. Hè. Dus geluk. In dat opzicht kennen de meeste van ons nummer 7. Maar het is ook een heel spiritueel getal. Dus het heeft ook te maken met spiritualiteit. En wat voor mij betreft staat de maand december vooral in het teken van het creëren van je eigen lot en je eigen geluk natuurlijk. Daarnaast ook naar binnen keren en je meer verbinden met jezelf. Dus ik ga daar nu een reading op houden. Daarnaast, even snel schudden. Daarnaast hoop ik dat het goed met je gaat en wil ik allereerst mijn grote dank uitspreken naar en aan al mijn abonnees. En dank jullie wel voor jullie steun. Dank jullie wel voor jullie leuke berichtjes en comments, voor jullie liefde. Als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je vanaf nu op mijn YouTube kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te klikken, zodat je een notificatie krijgt, een bericht krijgt, zodra ik een nieuwe reading of een nieuwe video heb geüpload. Ook ben ik erg actief op Instagram. Elke dag in mijn story trek ik een kaartje. Of meerdere kaartjes zijn het eigenlijk. Dus dat is een soort van mini-reading. Dus ja, als je daarin geïnteresseerd bent en je vindt het fijn om dat soort berichten te krijgen dagelijks, dan zie ik jou gezellig op Instagram. Verder is alles wat ik doe natuurlijk heel algemeen. Dus ik hoop dat het met je resoneert. En als het met je resoneert, geef deze video een like. Wil je liever iets op maat, iets persoonlijks, dus een reading helemaal afgestemd op jouw energie, of die van jou en je tweelingziel, of je wilt om dit jaar heel mooi af te sluiten, maar ook om vooruit te kijken naar 2021, een reading bij mij boeken. Alle informatie over hoe je dat doet staat hier onder deze video. Oh. En anders nodig je van harte uit om een kijkje te nemen op www.mydailycoach.nl. Daarnaast gebeurt er op 21.12 natuurlijk iets fantastisch in de kosmos. Behalve dat we iets moois gaan zien in de lucht, als wij dat hier dan zien, goed kunnen zien. Gaan we een nieuw tijdperk in. Dat is die van Waterman. En dat niet alleen. Die dag is ook de winterzonnewende. Dus ik organiseer op die dag een chakra cleansing. Met als titel Tweelingzielen Union Chakra Cleansing. Ook als je niet in de tweelingzielenreis zit, ben je van harte welkom. Want wat ik ga doen is, ik ga onze chakras, onze 7 chakras, grote chakras, ga ik cleansen. En dat zorgt ervoor dat je energie vrij maakt en energie beter gaat stromen. Alle zware ballast ga ik weghalen die dag tijdens onze sessie. De sessie duurt in totaal een uur. En deze bedraagt €18,18. En naast de 7 grote chakras zal ik nog aandacht besteden aan 3 chakras. En dat is de keelchakra, hartchakra en sacrale chakra. Wil je daarvoor aanmelden? Dat kan ook via de link die hieronder deze video staat. En in de loop van de dagen, de komende dagen en de komende weken ga ik er natuurlijk wat meer informatie over geven. Maar je kunt je nu alvast aanmelden. De mensen die zich al hebben aangemeld, dank jullie wel voor jullie aanmelding. Jullie ontvangen vanaf volgende week wat meer informatie hierover van mij. Alright, let's begin. Ik ben een beetje buiten adem. Ademhaling zit heel hoog. Misschien heeft dat te maken met de energie. Of ik heb gewoon te veel gegeten vandaag. Te veel gluten gegeten. Dat heb ik sowieso gedaan. We hebben Sinterklaas gevierd. Dus. Oké, ik ga zo meteen per sterrenbeeld. Maar voordat ik per sterrenbeeld een kaart ga kiezen, ga ik eerst voor ons als collectief een boodschap kiezen. Dus dat is niet sterrenbeeld afhankelijk. Oké, voor de maand december. Wauw. Zeg gewoon ja. Wat er ook gebeurt, zeg gewoon ja. Als je een droom hebt, zeg gewoon ja.
Je bent verliefd op iemand, zeg gewoon ja. Oh, hè? Dus aanvaard het feit en accepteer het feit dat je verliefd bent. Je wilt iets nieuws gaan beginnen in je leven, zeg gewoon ja. Je wilt gaan manifesteren, zeg gewoon ja. Zeg ook gewoon ja tegen jezelf. Hoe mooi je wel niet bent, hoe geweldig je niet bent, hoe ver je bent gekomen. Zeg gewoon ja. Ja, the power of yes is trouwens een hele krachtige zin. Ik volg dus nu ook mijn eigen een coachingsprogramma bij een coach van mij, Michael Beckwith. En toevallig, toeval bestaat niet, zei heb ik vorige week, dat vond ik zo'n mooie zin. Toen had hij het over the power of saying yes. Hoe vaak wij onszelf dingen onthouden of denken dat we iets niet kunnen. Terwijl ja, zeg gewoon ja. Goed, verder deze maand. Don't let pride get in your way. De full moon in Leo. Oh my god. Niet je trots, hè? Laat je trots je niet in de weg staan om iets, om iets te doen. Of iets niet te doen. Dus meer iets doen, hè? Oh, nou, ik moet deze pakken. Like attracts like. Wauw. Dus wat je uitzendt, krijg je weer terug. Houd daar rekening mee in de maand december. Dit is echt de law of attraction, hè? Dus als je meer wil weten over de law of attraction, over hoe het allemaal werkt, volg Abraham Hicks. Lees de boeken van Neville Goddard. Wie is nog meer? Vind ik nog meer heel goed. Earl Nightingale. Dus, die vind ik ook altijd heel goed. En dan moet je luisteren naar, of je moet niks, maar als je gaat luisteren, luister dan naar zijn. Het gaat over de Acres, Diamonds of Acres. Het gaat over iets van grond, over een grond waar diamanten liggen. Dat is een hele mooie video. Acres of Diamonds. Ik zal straks even kijken. En dan zal ik even de link hieronder toevoegen. De engelenboodschap voor ons allemaal in 2020, ook zeggen. In december is: wow, vertrouwen. Dat past helemaal bij zeg gewoon ja. Dit is echt, dit gaat echt over manifesteren. Ja zeggen tegen wat je wil manifesteren. Daarna erin geloven en vertrouwen hebben. En wanneer je ja zegt, moet je ook ja voelen. Ja? En vervolgens niet je eigen ego in de. Hè? Laat je ego geen rol spelen. Door jezelf angst aan te praten. Of dat je te trots bent. Of dat je denkt van, nou goh, ik heb nu ja gezegd. Ik heb iets gemanifesteerd. Ik ga even lekker achterover hangen. Nee. Onthoud like attracts like. Dus investeer ook in deze energie. Als jij iets moois wil manifesteren, zorg dan ook voor dat jij je kunt verenigen met de energie van datgene wat je wilt manifesteren. Als jij graag een bepaald soort partner in je leven wil hebben, ja, hoe kan je ervoor zorgen dat je dan één wordt met de energie en zelf die eigenschappen gaat omarmen? Ik voel toch dat ik deze moet nemen. Ik voel dat ik ze allebei moet nemen. Prima. De eerste kaart is een zegening van een deur die sluit. Het ene moment lijkt er niets te gebeuren. Oh, ik moet even kijken of ik het zo goed kan lezen dat jullie het goed zien. Ik vind trouwens mijn licht niet zo heel goed, maar ik hoop niet dat het heel vervelend is. Oké. Okay. De zegening van een deur die sluit. Oké, okay, jullie kunnen het goed zien, hè? Ja. Het ene moment lijkt er niets te gebeuren en dan lijkt alles ineens tegelijk te gebeuren. Binnenkort gaat een deur dicht, maar voordat je het weet gaat er een andere open. Je loopt daardoor naar een helder nieuw leven, een leven waarin je echt kunt zijn wie je bent. Nou, ik heb er zin in. En om dit proces natuurlijk allemaal te versnellen, meld je aan voor deze chakra cleansing. Je chakras zijn natuurlijk onze energiecentra. En vaak als iets niet lekker gaat in je leven, wat je dan het beste kunt doen is je energie veranderen. Verander je energie en je verandert je leven. Oké? Okay? Onthoud. Natuurlijk, mindset hoort daar ook bij. Maar het begint altijd in de energie. Ook als je gaat manifesteren, is het altijd eerst aanwezig in de energie. En dan van energie zet je het om naar materie. Dat is de manifest. Oké? Okay? Heel mooi. Een gezegende tijd. Het pad is duidelijk en alle obstakels zijn verdwenen. De tijd van wacht is voorbij, dus ga vol vertrouwen verder. De uitdagingen die je het hoofd hebt geboden waren essentieel, want voor alles is een perfect moment. Nu is jouw perfecte moment om gezegend te worden door het universum. Amen. Kijk eens aan. Nou, wat een prachtig nieuw begin. Nieuwe zegeningen voor de maand december, voor ons allemaal. Dus wat ik net heb opgelezen is niet sterrenbeeld afhankelijk. En dan ga ik nu beginnen. Ik ga eerst even een slokje nemen. Pardon. Dan ga ik beginnen.
We beginnen met Ram. En de tijden per sterrenbeeld staan natuurlijk hier onder deze video. Wat is voor Ram? Vrij, wauw. Je vrij voelen in de maand december is voor jou heel belangrijk, Ram. En met name oude gedachtenpatronen en afspraken die jou niet meer dienen. Hè? Dus je zielscontracten die je hebt gemaakt met mensen, de afspraken loslaten en jezelf vrij voelen. Daarnaast is, wow, your hard work is paying off. Dus alles wat je de afgelopen periode, misschien wel het hele jaar door, hebt geïnvesteerd. Ik heb meer het idee dat dit gaat over de investering die je hebt gemaakt als het gaat om wat gezondere gedachten te hebben. Andere overtuigingen, met een andere visie in het leven durven te staan. Jezelf niet meer klein houden, jezelf niet meer beperken. Dus alle innerlijke werk wat je hebt verricht, ja, dat gaat gewoon, dat gaat zich uitbetalen in de maand december. Wauw. Be yourself is jouw boodschap. Heel belangrijk. Wees jezelf, wees authentiek. Oké? En de engelen zeggen weer, loslaten. Ja, er is echt iets wat je mag loslaten, Ram. Loslaten, loslaten waar je geen invloed op hebt. En focus je, hè? Dus focus je op de dingen waar je dus wel invloed op hebt. En met loslaten hoort ook een stukje vergeving. Dus dat is ook gewoon heel, heel fijn en heel belangrijk om te doen. Zodat er weer wat andere en wat betere energie voor jou gaat stromen. Dus dat is ook heel belangrijk. Aan de andere kant, doordat je loslaat, creëer je ook weer ruimte in je energie. En wat jou ook daarbij kan helpen, is natuurlijk een energy cleansing, een energie cleansing. Wat nogmaals, wat ik ga doen, wat ik sowieso doe. Dus je kan ook gewoon een losse cleansing bij mij boeken. Maar op 21 december ga ik ook echt wel kijken naar alles wat zwaar weegt. En dat we dat met z'n allen los kunnen laten. Dus ook voor jou. Even kijken, dit is een hele mooie kaart. Ik moet hem wel zo omdraaien. Voor jou is zegeningen van je ziel, Ram. Je hebt een stralend, of nee, je bent een stralend wezen met vele unieke talenten. Als je met liefdevolle ogen kijkt, zul je dit zien. Voel je creatieve kracht en voel de zegeningen binnenstromen, terwijl het genezende licht van je ziel naar alle delen van jezelf straalt. Heel mooi. Stier. Nee. Voor jou geldt nee. Er staat ook wacht af, stel uit, denk na, zeg nee. Het kan te maken hebben met bepaalde personen in je leven. Die jou een beetje ja, onder druk zetten om snellere beslissingen te nemen. Deze kaart gaat eigenlijk over gewoon je grenzen aangeven en je eigen tempo aanhouden. Wat er ook gebeurt. Wie jou ook beïnvloedt. Oké? Okay? Look at the bigger picture. Kijk eerst naar het grote geheel voordat je een stap zet. Laat je dus niet, wij zeggen op Curaçao, santo de moe, zand in je ogen strooien. Dus laat je niet verleiden of lekker maken met iets zodat je sneller ja, tot een beslissing komt. Nee, volg je eigen ritme. You are here for a reason. Zeker weten. Ga ook op onderzoek uit wat jouw levensmissie is. En als je niet weet wat dat is, door dingen uit te proberen, kom je daar vanzelf dan bij. En alles waar je heel, heel blij van wordt, waar je gelukkig van wordt, dat is allemaal onderdeel van jouw levensmissie, van jouw levenspad. Als je erin gelooft, stier, dan kan het ook wat worden deze maand. Wat het ook is, geloof in jezelf en geloof in wat je allemaal aan het doen bent. En voor jou krijg je deze mooie kaart, is de zegening van creativiteit. Uit jezelf creatief en maak weer contact met je innerlijk kind. Als ideeën en inspiratie opkomen, uit ze zonder erover na te denken, te censureren of te beoordelen. Probeer ze niet te begrijpen, sta ze gewoon toe, voel beleefd. Het is een moment waarop alles mogelijk is. Je wordt alleen beperkt door wat je denkt dat mogelijk is. Dus het is echt wel oneindig. Het is echt wel, ja, als je erin gelooft. Aan de andere kant, laat anderen niet van invloed zijn op de besluiten die je neemt. Dat is de boodschap voor de maand december voor jou, stier. Tweelingen. Gronden. Het is heel belangrijk dat jij in de maand december goed grond, goed aard, ook dicht bij jezelf blijft. En er staat ook empathie, hooggevoelig en verbind je met de natuur. Heel belangrijk voor jou tweelingen, zo blijf je in balans. Believe in the impossible, the blue moon. Wauw, nou die hebben we volgens mij ja, die hebben we al gehad, hè? Dus dat is wel heel mooi. Believe in the impossible. Geloof in het onmogelijke, tweelingen. Possess self-confidence. Zelfvertrouwen is, bij jou heel belangrijk, of is voor jou heel belangrijk. En staat ook deze maand in december. Staat het door het gehele maand. En ik voel ook zelfs in 2021. Is dit echt wel een thema voor jou. Zelfvertrouwen, zelfvertrouwen. Oké? Okay?
Niet het juiste moment. Oké, ik weet niet wat je van plan bent. Of laat ik het anders stellen. Misschien lopen dingen of gaan de dingen niet zoals je wenst. En ook al heb je heel veel tijd en energie hierin gestoken, kan het zijn dat het op dit moment niet het juiste moment is. Vertrouw erop dat het universum een hoger en groter en beter plan voor jou heeft. Tenzij het gewoon nooit het juiste moment is. Want dat kan met sommige dingen. Dan is het meer vanuit bescherming om jou ergens voor te behoeden. Maar als je merkt dat je ergens heel veel in investeert en het werkt gewoon niet, dan is het waarschijnlijk niet het juiste moment. Heel mooi. Je krijgt de zegening van gewoon zijn. Dus zonder toeters en bellers. Je denkt misschien dat als je in het verleden anders had gehandeld of gekozen, alles nu beter zou zijn. Ik ga hem nog een keer oplezen. Je denkt misschien dat als je in het verleden anders had gehandeld of gekozen, alles nu beter zou zijn. Maar als je zo denkt, zie je niet de positieve effecten die je daden en keuzes in het verleden hebben gehad op zowel jezelf als anderen. Kijk goed en je zult vele zegeningen zien. En dat is dus denk ik ook deze kaart van niet het juiste moment. Misschien heb je spijt van dingen of ben je ontevreden over hoe je zaak hebt aangepakt. Weet je, toen was het niet het juiste moment. Daarom heb je niet gedaan wat je toen niet wilde doen of kon doen op dat moment. Bekijk of nu wel het juiste moment is en ga dan die dingen doen. En deze twee kaarten zeggen dus ook van blijf niet hangen in het verleden, in daar en dan, maar kom terug naar het hier en nu. En bekijk dan of nu wel bijvoorbeeld een juiste moment is of misschien nog niet. Oké. Maar dan gaan we wel verder. Cancer, kreeft. Wat heeft kreeft? De maand december. Wauw, spelen. Kreeft, je moet niet zo serieus zijn, man. Vrouw. Er staat spelen, heb plezier, feest. Wees niet zo serieus. Veel meer plezier maken. Veel meer. Dit is ook echt innerlijk kind. Innerlijk kind is ook van het plezier. Dus veel meer. Je mag je veel meer omarmen met dat deel van jou. Dus je innerlijk meisje of je innerlijke jongen. En dan met verbinden met plezier hebben, met feesten, met genieten. Nou, New Moon in Pisces, meditate en contemplate. En wat voor jou ook heel belangrijk is, kreeft, om dicht bij jezelf te blijven, maar ook om te mediteren. En goed na te denken over hoe serieus nu je leven is. En waar je dus veel meer luchtigheid kan aanbrengen in je leven. Ook misschien dat je heel hard werkt, constant aan het werk bent of met werk bezig zijn. Stel jezelf ook de vraag van wat maakt dat je dat doet? En wat maakt dat je jezelf dan minder plezier zou gunnen? Wat compenseer je eigenlijk door of met heel veel werken? Lead by example. Kijk, dat vind ik gewoon heel mooi. Als je nu naar jezelf kijkt en naar je leven, is dit wat je wilt of is dit wat je wilt en is dit wie je wilt zijn? Zo niet. Investeer in datgene wat je wel wilt en in wie je wilt zijn. Herstel, kijk eens aan. Nou, dit is ook jezelf rust gunnen, vooral als je heel veel werkt. Rust gunnen, herstellen, je verbinden met de hogere machten. En tot jezelf komen. Misschien heb je net een heftige operatie of iets ingreep ondergaan. Misschien ben je ziek geweest. Of ja, dit kan ook te maken hebben met burn-out. Dus dat je echt gewoon op je toppen hebt gelopen de laatste tijd. Dat je te veel energie hebt gegeven. Weet je, zorg dat je weer krachtbronnen hebt van waaruit je ja, jezelf weer kunt vullen met energie. En een van die dingen is door te spelen, door plezier te hebben en door te lachen. Dat is gewoon energie voor de ziel. Kijk eens aan, je hebt een hele mooie kaart, al zeg ik het zelf met die engelenvleugels. Zegening van dankbaarheid. Wees dankbaar voor al je ervaringen, want alles in het leven heeft een bedoeling. In alles wat wel of niet is gebeurd, zit een zegening. Op dit moment ontplooit zich een zegening. Luister naar je hart en volg zijn wijsheid. Wees aandachtig, want de reis is net zo belangrijk als de bestemming, kreeft. Dus hoe wil jij de reis dan verder beleven? Leo. Oh, Leo. Yes. Vul de bron, ook al. Trek je terug, rust, doe nieuwe energie op, Leo. Heel belangrijk voor jou. Volgens mij heb je heel hard gewerkt dit jaar. Heel veel gebeurd. En hele, hele diepe transformaties ondergaan. Zit je misschien middenin. Het is tijd voor jou om even lekker op adem te komen, tot rust te komen. Kijk eens aan. What do you need to release? Ook dat geeft gewoon meer rust. Ook dat zorgt ervoor dat je kan opladen. Dus alles wat jou. He, alles wat jou dwars zit of alle bagage die je bijdraagt, loslaten.
Give without expectation. Ja, waar ben je nog bezig met hoe zeg ik dat goed? Soms doen wij dingen en wij doen die dingen en dan verwachten we wat terug. En niet zozeer vanuit ego, maar meer van omdat je zelf zo bent, verwacht je dan dat de ander ook zo is. En dan kom je dus bedrogen uit. En daarom is het ook belangrijk om te kijken van dat je kunt geven zonder verwachting. En als je dat niet kunt doen in een bepaalde situatie, dan moet je dat ook gewoon niet doen. En dat heeft dan ook weer niks te maken met egoïsme. Dat heeft puur te maken met het feit dat je zoiets hebt van oké, ik doe dit vanuit goede energie of ik doe het helemaal niet. Want in bepaalde gevallen en bij bepaalde mensen, in bepaalde gevallen, laat ik het zo zeggen. In alle gevallen, als je geeft zonder iets terug te verwachten, dan kan je alleen maar veel mooiere dingen terugverwachten. Hè? Maar als je van tevoren al, tuurlijk mag je wel een verwachting hebben, maar in hoeverre bepaalt wat je terugkrijgt, hoeveel je gaat geven? Dat is een mooie vraag, denk ik. En kan je ook geven zonder iets terug te verwachten? Of misschien is dit wel het gevoel dat je altijd maar hebt gegeven. En nu heb je zoiets, ik heb al zoveel gegeven in mijn leven en nu verwacht ik dat terug. Zo werkt dat niet. Zo werkt dat absoluut niet. En dat is iets wat wij, velen van ons, niet alleen maar de leeuwen hoor, maar velen van ons lopen hier tegenaan. Want je bent maar aan het geven en je krijgt dan niet datgene terug wat je wilt of je krijgt helemaal niks terug. De vraag is dan altijd, wat is jouw intentie geweest? Wat maakt dat jij zoveel hebt gegeven? Kijk eens aan, succes. Succes is voor jou weggelegd. Je gaat succesvol zijn in de maand december. De engelen wensen jou heel veel succes. What a beautiful card. Ik ben heel benieuwd naar deze. De zegening van het loslaten. Wauw. Bevrijd jezelf van negatieve belemmeringen door emotionele banden, overtuigingen en verouderde denkwijzen waar je niets meer aan hebt los te laten. Jij hebt de macht. Wat je loslaat zal veranderen in een oneindige zegening. Nou, succes. Maagd. Wat hebben we voor de maagden? Wow. Het afbrokkelen. Dat is echt de toren, hè, deze kaart. Waar houd je je nog aan vast, maagd? Wat je echt nog even mag aankijken. En vervolgens laat het gaan, laat het los. Adjustments are required. Aanpassingen. Ja, wat mag je veranderen? Wat mag aangepast worden? Het heeft te maken met waar je je aan vasthoudt. En zodra je dat loslaat, dat betekent dat de dingen gaan wijzigen. Dingen gaan veranderen. Trust your intuition. Oh. Misschien geeft je hoofdje nu aan dat het nog niet de tijd is. Dat je nog even moet vasthouden. Want je bent bang voor of bang dat er iets hebt. Puntje, puntje, vul maar in. Maar luister liever naar je intuïtie. En als je het moeilijk vindt om in deze tijden je intuïtie te vertrouwen. Dan kan je hem weer heel mentaal benaderen. Dan kan je gewoon een lijstje maken met de pro's en de contra's. Als je dat los zou laten, wat er dan zou gebeuren. Of al je overtuigingen opschrijven. Die ervoor zorgen dat je blijft vasthouden aan iets wat eigenlijk niet goed voor je is. Kijk eens aan. En zodra je dat hebt gedaan, komt er weer meer overvloed in je leven. Want dan kan de energie weer gaan stromen. Doordat je vasthoudt aan iets wat niet goed voor je is, zet je de energie ook vast. En precies in het negatieve, in plaats van het positieve. Even kijken, volgens mij wordt deze kaart zo. Ja. Wauw, en dit is de zegening van een nieuw begin. Een aantal toevallige gebeurtenissen leiden je naar een vernieuwd gevoel van helderheid en vastberadenheid. Laat alles waar je niets meer aan hebt los. Het verleden ligt achter je. Zegen het en laat het los. Je leven begint eeuwig opnieuw. Dat bedoel ik. Alright, Leaps, Libra, weegschalen. Wat hebben we voor de weegschalen in de maand december? Ik ben heel benieuwd. Wow, een roos die zich steeds opent. Wauw. Opengebarsten. Het gebeurt ook voor jou. Ja. Je gaat steeds meer open, weegschaal. En dit is echt, dit gaat wel, natuurlijk gaat het over openen naar buiten toe, maar dit gaat vooral ook naar binnen toe. Dus je komt steeds dichter bij je kern. Want je gaat steeds meer en meer open. Wauw. Je komt steeds meer in contact met de mooie energie van wie je van origine bent. Hè? Dus niet de persoon die je zelf hebt, die jezelf toespreekt, maar echt
Een onderdeel van de divine ben je. Ja, met je divine power. Wauw. Prosperity lies ahead. Dat is mooi. Dat is mooi. Prosperity lies ahead. Voorspoed. Dat is wat jou toekomt in de maand december. Stay open-minded, Libra weegschaal. Blijf open-minded. Blijf gewoon voor alles openstaan. En ook luisteren naar je intuïtie. Dat gaat jou helpen. Naar je intuïtie luisteren. Heel belangrijk. Kijk eens aan. Nu is de zegening. Liefde is een tijdloos moment in het eeuwige nu. Je neemt de gisteren, vandaag en morgen waar. Maar in feite is er alleen nu. Je richt op het verleden of de toekomst. Weerhoudt je van ten volle leven en de zegeningen van het leven ontvangen. Richt je bewustzijn naar binnen. En je zult een tijdloze zegening ontvangen. En dat is wat ik met die kaart zag, hè. Je gaat steeds verder open. Je komt steeds meer in contact met je mooie intuïtieve talenten en gaven. De roos is zich steeds verder open. Dus ook naar de buitenwereld toe. Mensen gaan je steeds meer zien. Mensen gaan je nog meer waarderen. Mensen gaan nog meer van jou genieten eigenlijk. Want je durft, je wordt steeds zichtbaarder. Maar aan de andere kant ga je ook intern een heel mooi proces door. En daarom is het belangrijk om te blijven leven in het hier en nu. En niet meer bezig te zijn met het verleden of toekomst. Scorpio, zoals mijn motto luidt, creëer morgen vandaag. Oké? Scorpio, schorpioen. Oké, laten we gaan kijken. Vertrouw op je eigen weg, schorpioen. Als je wist dat je werd gesteund, wat zou je doen? Het is een mooie vraag om aan jezelf te stellen. Vooral als je denkt van, oh, zal ik het wel doen? Of je voelt echt zo'n brandend verlangen om iets te gaan doen. Maar ja, je bent bang dat het dan niet gaat uitpakken zoals je wilt. Stel jezelf de vraag, als je werd gesteund door wie dan ook of de wat dan ook, wat zou je dan doen? En als het antwoord is dat je het dan door moet pakken, dan kun je gewoon ervan uitgaan dat je gewoon door mag en zelfs moet pakken. A time to give rather than take. Dus het is nu belangrijk dat je je dienstbaar opstelt naar anderen toe. Dat je veel meer gaat geven. En ook onvoorwaardelijk geven of zonder verwachtingen geven. Of zonder verwachtingen iets voor de ander doen. Dat gaat jou ook heel veel energie geven. Understand your body. Het is heel belangrijk dat jij deze maand nog meer gaat leven vanuit eenheid met je lichaam. En wat heeft jouw lichaam nodig? Luister jij wel naar je lichaam of ben je puur bezig met alles beredeneren vanuit het hoofd? Je lichaam is gekoppeld aan je intuïtie, maar ook aan het voelen. En als jij de impulsen van jouw lijf, als je die negeert... dat zou gewoon zonde zijn, want dan kun je jezelf voorbij lopen. Of dan zou je, als je een teken krijgt om verder te gaan met hetgeen wat je wilt doen, zou je dat gewoon kunnen misinterpreteren als het ware. Omdat je dus geen goede band met je lichaam aan het opbouwen bent, omdat je veel te veel vanuit het hoofd leeft. Ga door. Wat je ook wil gaan doen, ga door. Ga door, ga door. Luister naar je intuïtie en pak door. Wat een prachtige kaart, zeg. Wow. Wat een licht. Een zegening van het licht. Je bent zeer geliefd. Meer dan je je kunt voorstellen. En je bent nooit alleen. Je wordt omgeven door een universum van liefde. En licht dat je overspoelt met zegeningen die je hart in en uitstromen. Kijk eens aan. Als je wist dat je werd gesteund. Kijk eens aan. Dit is jouw steun. Wat zou je dan doen? Boogschutter. Let's see what we got for you. Houd je niet in, boogschutter. Houd jij je in om erbij te horen? Vraagt de kaart. Ik hoop van niet. Laat je zien. Ga in je licht staan. Claim je power. En ga ervoor. Communication is key. Zorg ervoor dat je blijft communiceren. Maar ook met jezelf. Heb je een opbeurende, stimulerende, functionele, maar vooral motiverende en liefdevolle innerlijke dialoog. Dat je self-talk. Of ben je uberkritisch naar jezelf toe over jezelf? Communication is key. Ask for guidance. Als je er even zelf, als je er even niet uitkomt, vraag gewoon om hulp. Vraag de engel om hulp. Of andere spirit guides. Of je beschermengel, maar hoe noem je dat? Gids. De creator, God. Weet je? Of je richt gewoon je ogen omhoog en je vraagt aan het universum.
Kijk eens aan. Vraag het aan je engelen. Nou, dat gaat jou echt zo helpen deze maand. En je hebt ook een engel als kaart. Wauw, fantastisch hè? Een zegening van de geliefde. Liefde ontplooit je vleugels en je vliegt hoog boven de aarde in het koninkrijk van de hemel. Gezegend door het licht van haar prachtige ziel betreed je het smaragden hart van de goddelijke moeder. Dat is gevuld met eeuwige zegeningen. De wereld is je speeltuin die erop wacht om te worden ontdekt, geliefde. Wauw. You go, booschutter. Oké, steenbok, let's do this. De inwijding. Overgangsritueel. Je gaat naar een heilige plaats. Fantastisch. Wat mooi. Dit is echt een transformatieve maand voor jou. Tweelingen, wou ik zeggen. Misschien heb je te maken met tweelingen. Steenbok, het is een hele transformatieve maand voor jou. En ik denk dat een heleboel van jullie nog verder gaan ontwaken als je er al niet middenin zit. En je overgangsritueel, je gaat naar een heilige plaats. Ik denk dat je veel meer gaat beseffen hoe je in 5D kunt leven. En hoe je met de 5D-bewustzijn kunt manifesteren dan hiervoor het geval is geweest. Kijk eens aan. You're very close to achieving your goal. Dus zet door, zet door. Ik weet niet waarom ik steeds tweelingen moet zeggen, maar goed. Be of service. Hoe kan je anderen van dienst zijn? Maar wees jezelf ook van dienst. Dat is ook heel belangrijk. En er bestaat iets beters. Onthoud dat. Als iets niet gaat zoals je wilt, er bestaat iets beters. Als je tegen moeilijkheden aanloopt en je voelt aan alles van dit is het niet, maar ook al wil je het graag, je voelt aan alles van dit is het niet. Ja, dat kan je voelen, dat kan je hebben, hè? Dat je iets hè, graag, of je denkt het graag te willen, maar je weet gewoon, dit is het niet. Er bestaat iets beters. Geloof erin. Kijk eens aan. Een zegening van acceptatie. Ieder deel is evenwaardig om de liefde te ontvangen. Accepteer jezelf zoals je bent. Dit is een zegening voor jezelf, voor zowel jezelf als anderen. Als je de echte waarheid wilt zien, heb dan geen voorkeuren voor of tegen een bepaald resultaat. Wees alleen de liefde die je echt bent. Alright? Waterman, yay! De sprong, wauw, kippenvel. Spring als eerste, het universum vangt je op. Nou, doe dat vooral in de maand december. Wat heb je altijd al willen doen en je stelt het steeds uit? Kijk eens hier naar die mooie, mooie maan. We hebben natuurlijk eind december een volle maan, maar we hebben dus ook die nieuwe maan op 14 december met de solar eclipse. 14 of 15 december. Maak daar gebruik van. Manifesteer of in ieder geval. Als je al hebt gemanifesteerd met de afgelopen volle maan, dan zet je de manifestatie nu wat meer kracht bij door die maanenergie. Of gebruik die nieuwe maan om weer wat moois te creëren. En dan expect beautiful, beautiful changes. Dit is de new moon eclipse. Ik praat over de nieuwe maan, hè? Dit is voor jou echt een hele significante tijd, waterman. Maak gebruik van deze new moon eclipse, de solar eclipse die eraan zit te komen op 14 of 15 december. Volgens mij is het 14 december. Ik kan even spieken. Even kijken. Even kijken in mijn agenda. Volgens mij is het maandag. Ja, 14 december. Dan is het om. Volgens mij om 17 uur 17 ook nog eens een keer. Wauw. Dat is 2 keer 8. Is het meeste getal 88. 8 gaat over onder andere overvloed. En dus maak gebruik van deze nieuwe maan om te manifesteren wat je wilt. Want expect powerful change. Het staat er niet zomaar, hè? En ik heb het er net over. Dus dit is echt wel een bevestiging die je niet mag negeren. Each day, make each day count. Ja, echt hè. Geniet van, met volle teugen. Carpe diem, hè. Dus geniet met volle teugen van jouw dag, dagen. En investeer in het creëren wat je wilt. Ja? Antwoord is nee. En als ik dit soort kaarten al trek, dan trek ik altijd een extra kaart erop. Ja of nee? Krijg meer informatie. Dus. Misschien nu nog even niet, geen niks ondernemen waar het ook over gaat. Of niet gelijk aannemen als iemand iets tegen je zegt. Of als je merkt van nou, je voelt aan iets dat het niet helemaal klopt. Krijg meer informatie.
en neem daarna een besluit. Wat een fantastische kaart. Heel mooi. Gezegende rust. Je gevoelens komen naar boven om te worden genezen. Geloof en weet dat je veilig bent. Heb vertrouwen. De huidige emotionele golven zullen een zee van rust worden. Vol liefde en zegeningen. Alsjeblieft. Save the last for best, toch? Zeggen ze altijd. Pisces, vissen. Wat voor moois hebben jullie in de maand december? Stermoeder, wauw. Hoe kun je jezelf bemoederen? Ik weet nog, tijdens het voorschudden zag ik de hele tijd deze kaart. Dat ik iemand, een van de sterrenbeelden, gaat deze kaart krijgen. En dat ben jij. Hoe kun je veel liefdevoller voor jezelf zijn? Beter voor jezelf zorgen? De liefde en aandacht geven die je misschien van je moeder of vader hebt gemist? Dit gaat allemaal over zelfzorg en jezelf behandelen zoals je bijvoorbeeld een baby zou behandelen. Of een kind of een ja... Iemand waar jij je voor verantwoordelijk voelt. Dus met andere woorden, je mag veel liever voor jezelf zijn, vissen, in de maand december. Heel mooi. Een win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Nou, ik weet niet of je met iemand in een conflict zit of je bent met iets bezig. Beide partijen gaan, gaan profijt hebben van wat er hier ook uit mag komen. Follow the golden rule. Met andere woorden, hoe jij wenst behandeld te worden, behandel anderen op dezelfde manier. Dat is de golden rule. Heb vertrouwen in de maand december. De situatie zal echt verbeteren. De situatie zal zich echt verbeteren. Heel belangrijk. En dit vind ik echt een mooie kaart, want ik weet dat het Ganesha is. En dat is een kristalheldere zegening. Je wordt weldra gezegend met grote helderheid. Je lot roept en je ziel straalt in haar oneindige wijsheid. Je wordt gezegend, beschermd en begeleid in alles wat je vanaf nu af aan doet. Dus de situatie zal zich verbeteren. Ja? Vooral als je de mensen behandelt zoals jij zelf behandeld wil worden. Daar waar je tegenaan loopt, gaat er een win-win situatie zijn voor jou en de ander. Maar het allerbelangrijkste is, hè, je wordt gezegend, beschermd en begeleid in alles wat je vanaf nu af aan doet. Wees je eigen moeder. Zorg goed voor jezelf. Maar weet ook, het universum zorgt dus ook voor jou. Kijk eens aan, darlings. Dit was jullie Saturday special. Ik wens je een hele, hele mooie weekend en tot de volgende week.